Yo, ik ben Nes van. Vandaag is het 6 december. Het is precies een jaar geleden dat ik mijn eerste vlog heb gemaakt of daarmee bezig was. Want precies een jaar geleden was ik op de Dutch B-Boy Championship in Eindhoven. Oftewel een Nederlands kampioenschap breakdance. Nou een jaar verder ben ik nog steeds bezig met vloggen. Ik vind het super leuk om te doen. Ik ga er zeker nog wel mee door. Ik hoop dat jullie blijven kijken. En ja, er is eigenlijk één persoon die ervoor heeft gezorgd dat ik ben begonnen met vloggen. Die persoon is Emma van het kanaal Emma Excuse. Linkje van haar kanaal zet ik hieronder in de beschrijving neer. Ik zal zeker even haar kanaal checken. Het is zeker de moeite waard. Ze maakt hele leuke filmpjes en hele toffe dingen doet ze. Dus Emma is mijn voorbeeld geweest op het gebied van vloggen. Voordat ik begon met vloggen was ik met heel veel plezier naar haar filmpjes aan het kijken. En ja, op den duur raakte ik daardoor geïnspireerd en dacht ik bij mezelf van ja, dat wil ik ook wel eens proberen, dat vloggen. Emma heeft mij daarmee geholpen. Ze gaf me heel veel tips, maar daarnaast steunde ze me heel erg en ja, ze gaf me heel veel inspiratie mee. En daarvoor wil ik jou bedanken, Emma. Heel erg bedankt voor alle tips dus, voor alle steun. En voor de inspiratie die je me hebt gegeven. Ze was altijd mijn voorbeeld. Is ze nog steeds op YouTube. Verder heb ik een recap voor jullie gemaakt. Van het hele jaar, vanaf 6 december 2014 tot nu 6 december 2015. Ik heb een hele korte recap gemaakt van al mijn vlogs. Ik hoop dat jullie hem vet gaan vinden. Nogmaals, het linkje van Emma, haar kanaal staat hieronder in de beschrijving. Check even haar kanaal uit, het is zeker de moeite waard. Abonneer ook meteen even op haar kanaal. En dan zie ik jullie bij mijn volgende vlog die over 2 weken gemaakt gaat worden. Daar ga ik nog niet te veel over vertellen, maar er komt een nieuwe vlog aan, dat sowieso. Dan zie ik jullie over 2 weken weer terug. Of in de tussentijd als ik een filmpje aanmaak, maar gewoon zo tussendoor. Maar in ieder geval, ik zie jullie over 2 weken bij mijn nieuwe vlog. En klik daar even op blauwe duimpje omhoog. En vergeet ook niet om even op mijn kanaal te abonneren. Laters!